Aalst uit te schakelen. In de kwartfinales ontmoet Houthalen in een heen- en terugwedstrijd een andere eerste klasser, Wevelgem. Dinsdagavond wonnen de Limburgers de heenwedstrijd met 5 punten. Spelen op weekdagen, dat zijn de meeste spelers in de Belgische competitie niet gewoon. En ook het begin van deze kwartfinale in de beker is slaapverwekkend. Illustratief is deze misser van Amerikaan Larry Daniels. En toch is een wakkere Daniels de betere man bij Houthalen. Onder de borden levert dat een knap duel op met Wevelgem center Davis. Davis scoort tegen Daniels. Aan de overzijde doet de Houthalense centerspeler minstens even goed. De ploegen blijven daardoor in mekaars buurt. Houthalen geraakt niet los van de bezoekers. Krieger mist een inlegger, Peter Piepeleers met de rebound dunk. Bij de rust staat het 43-42. Tony van den Bos weet dat de kloof zo groot mogelijk moet zijn en hij jaagt zijn mannen voluit in de aanval. En dat lukt aardig. Lambrecht zonder Daniels af onder de korf. Houthalen scoort 10 punten op rij, het wordt 52-42. Halfweg de tweede helft begint het er ronduit riant uit te zien voor Houthalen. Krieger maakt er met zijn vijfde bom 66-52 van. 14 punten voorsprong, de vooruitzichten voor de terugwedstrijd zijn schitterend. Moor kan die kloof nog even behouden, maar dan begint Wevelgem toch te knagen aan de voorsprong. Gardner profiteert optimaal van de 5 fouten die Krieger en Daniels incasseerden en 3 punten naar 80-77. Moor maakt er uiteindelijk nog 82-77 van. Houthalen verdedigt op 14 maart een 5 punten voorsprong in Wevelgem, maar of dat zal volstaan is de vraag. Ik denk niet dat een van ons Houthalen of Wevelgem met 20 of 30 punten gaat winnen, omdat de wedstrijd best wel traag is en het moeizaam. Dus, maar als 5 punten genoeg is, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik denk dat het onder de 10 punten zal zijn. Opvallend, het hele bestuur van derde klasser Hasselt woont deze wedstrijd bij, want het staat nu officieel vast. Basketclub Houthalen verhuist volgend seizoen naar Hasselt. We hebben daar vorige week gesprekken mee gehad en dat is vrij positief afgerond. We gaan nu een protocolakkoord opmaken deze week. Als iedereen daarmee akkoord is, wordt dat waarschijnlijk dinsdag getekend, ja. Dus vanaf volgend jaar september spelen jullie in Hasselt? Dan is het echt Hasselt in Hasselt, ja.